Have a break. Welkom bij Kennisclip IE nummer 2 over de merkinschrijving. Er zijn een heleboel merken, zoals u hier kunt zien, en u kent zelf ongetwijfeld nog veel meer merken. Het recht dat betrekking heeft op merken heet merkenrecht en het merkenrecht is vastgelegd in het Benelux-verdrag in zaken de intellectuele eigendom, afgekort het BVIE, en in Europese regelgeving. Bestaat er dan geen nationaal Nederlands merkenrecht? Nee, er bestaat alleen een merkenrecht dat geldt voor de hele Benelux of voor de hele Europese Unie. Een merk hebben voor alleen Nederland, dat kan dus niet. Dat Benelux merkenrecht is grotendeels Europees geharmoniseerd. Dat betekent dat het moet worden uitgelegd in overeenstemming met Europese regels. Daarnaast bestaat er een echt Europees merk en dat geldt voor de hele Europese Unie. En dat is vastgelegd in de Europese Merkenverordening. Merken zijn tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat staat in artikel 2.1 van het BVIE. Voorbeelden van merken zijn woordmerken zoals Renault, Unox, Heineken en beeldmerken zoals de afbeelding van Apple, de swoosh van Nike en het silhouetje van Mickey Mouse. Er zijn ook woord-beeldmerk-combinaties, denk aan Coca-Cola in het kenmerkende lettertype, of een merknaam met een logo ervoor, zoals in het geval van Kluwer en in het geval van BP. Een merk is alleen beschermd als het is ingeschreven, als het is geregistreerd bij de officiële instantie die daarvoor is aangewezen. Dat staat in artikel 2.2 van het BVIE. En in artikel 2.19 wordt nog eens benadrukt dat als je geen merkinschrijving hebt, dat je dan helemaal geen mogelijkheid hebt om tegen merkgebruik door een ander bezwaar te maken. Inschrijving is bij een merk dus heel belangrijk. Daarom zie je ook vaak bij een merk een R in een cirkel. Dat staat voor Registered Trademark, oftewel een ingeschreven merk. Inschrijving begint met een aanvraag, ook wel een depot genoemd, bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het BBIE, of bij het Europese Merkenbureau. De aanvraag van zo'n merk gaat tegenwoordig heel eenvoudig via de website van dat BBIE met het internetadres www.boip.int. Dat staat voor Benelux Office for Intellectual Property. U gaat naar de website, u klikt op merk registreren en het wijst zich allemaal vanzelf. Bij het registreren van een merk is het van belang te bedenken dat je je merk in eerste instantie registreert voor één of enkele klassen. Een klasse van producten of diensten waarvoor je je merk claimt. Dat betekent dat er dus ook verschillende merken naast elkaar kunnen bestaan voor verschillende klassen van producten. Denk bijvoorbeeld aan het merk Ajax. Dat is een bekend merk van een voetbalclub en de kleding van die voetbalclub en het is dan ook geregistreerd voor klasse 25 voor kleding. Maar Ajax is ook een bekend merk voor brandblussers en is dan geregistreerd in klasse 1, bestemd voor brandblusmiddelen. En heb je ook nog Ajax voor schoonmaakmiddelen. Dat is ook als merk geregistreerd, maar dan weer in klasse 3 voor reinigingsmiddelen. Die merken kunnen dus naast elkaar bestaan. Wanneer een merk wordt aangevraagd, kan het vervolgens worden geweigerd. Dat kan om verschillende redenen gebeuren, maar de belangrijkste reden is dat het te beschrijvend is. In de wet staat dat een merk wordt geweigerd als het elk onderscheidend vermogen mist of als het dient ter aanduiding van een kenmerk van de ware. Het woord appel of apple kan bijvoorbeeld nooit een merk zijn voor appels. Maar natuurlijk wel voor computers, want daarvoor is het niet beschrijvend. Het woord biomild kan geen merk zijn voor een biologische en milde yoghurt. De belangrijkste regel over de beschrijvendheid van merken is te vinden in een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de dubbelmintzaak. In die zaak heeft het Hof geoordeeld dat een woord als merk wordt geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
Als dat het geval is, kan het niet zomaar een merk zijn. Maar een merk kan door zijn bekendheid of intensief gebruik ook inburgeren. En inburgeren is een technische term die erop duidt dat je door intensief gebruik alsnog onderscheidend vermogen voor je merk kunt krijgen en dat onderscheidend vermogen kan toenemen. Denk aan de aanduiding Microsoft. Een combinatie van twee volledig beschrijvende woorden voor software voor microcomputers. Daarvan weten we allemaal dat door intensief gebruik dat nu een bekend merk is geworden en ook als merk kan worden ingeschreven. Een mooi voorbeeld van een bijzonder merk bestaande uit een gewoon zinnetje, namelijk de aanduiding have a break, is bij iedereen bekend. Jarenlang gebruikte de firma Nestlé de aanduiding have a break, have a KitKat. Zo intensief dat nu zelfs het deeltje have a break in verband met chocola als merk wordt herkend. En daarom kon dat zinnetje apart als merk worden ingeschreven. Bij de beoordeling van onderscheidend vermogen is ook van belang dat het tegendeel van inburgering ook mogelijk is. Dat is verlies van onderscheidend vermogen. Dat noemen we ook wel verwording tot soortnaam. Aanduidingen als hagelslag, linoleum en vaccine waren vroeger merken. Maar in de loop van de tijd zijn het soortaanduidingen geworden. Dat gebeurde in het verleden vaker dan tegenwoordig. Want tegenwoordig letten merkhouders goed op en proberen te voorkomen dat hun merk een soortnaam wordt. Maar toch is het in sommige gevallen lastig. Wat denkt u van Spa? Is dat nog een geldig merk voor mineraalwater? Vermoedelijk wel, maar het is wel in de gevarenzone. Cornflakes, is dat een merk? Glassex, Google, het zijn woorden die veel mensen gebruiken als soortaanduiding en daarmee kunnen ze in de gevarenzone komen als het gaat om de geldigheid van een merk. Wat ziet u hier? Nee, dat zijn geen Luxaflex, dat zijn horizontale jaloezieën. De eigenaar van het merk Luxaflex moet goed oppassen dat zijn merk niet een soortnaam wordt. En wat dacht u hiervan? Wat is dit voor spel? Dit is een geheugenspel. Memory is een merk. Het is dus goed oppassen voor merkhouders dat hun merk niet verwordt tot soortnaam. Want als het ook in de handel een gebruikelijke soortnaam wordt, kan het merk ongeldig worden verklaard. We vatten het even samen. Een merk, in het Engels trademark, wordt beschermd door het merkenrecht. Dat is Beneluxrecht en Europees recht, maar geen Nederlands recht. Het merkenrecht beschermt onderscheidingstekens voor waren of diensten van een onderneming. Daarbij is inschrijving vereist voor een bepaalde klasse en daarbij is onderscheidend vermogen vereist. Dat kan een woord van zichzelf hebben, maar het kan ook ontstaan en het kan toenemen door veel reclame. Dat noemen we inburgering. Door inburgering kan een woord alsnog geschikt worden om als merk te worden ingeschreven. Onderscheidend vermogen kan ook afnemen en zelfs verdwijnen. Dat heet verwording tot soortnaam. Als een merk in de handel een gebruikelijke soortnaam is geworden, kan het ongeldig worden verklaard.